Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil eventjes mijn felicitaties overbrengen naar Assen Boys G2, want die zijn vandaag kampioen geworden. Want die wonnen in Brugswoude met 1-3. Zij hebben dit seizoen alles bijna gewoon gewonnen en gelijk gespeeld. En wij hebben een paar gewoon verloren en gewonnen en gelijk gespeeld. Wij moeten de laatste wedstrijd nu aanstaande zaterdagochtend om 10:30 in Haren tegen ONR G2. En de laatste is in Assen bij Assen Boys G2 zelf. Maar dat gaat nergens om. Wij moeten weer gewoon tweede zien te worden en 20 punten zien te pakken. En de laatste wedstrijd, daar ben ik er zelf ook niet bij, want dan ben ik in Den Haag. Dan ga ik naar ADO tegen Groningen kijken. Want Den Haag draait niet zo lekker. Het gaat niet goed daar. Heb ik net ook gezien. 4-0 verloren tegen Heracles. Maar goed. Niks aan te doen. ADO moet hun kop erbij houden. Gewoon punten zien te pakken tegen Twente. Ja, dat is heel belangrijk. En tegen Groningen gaan we zien wat er gaat gebeuren. Maar goed. Dan zien we het wel. En over de volgende video's die er nu aankomen van de afgelopen tijd. Ik ben ook heel vaak afwezig geweest, ook omdat mijn relatie natuurlijk is uitgegaan. En ik wil gewoon een beetje voor mezelf houden. En ik zat in een moeilijke periode en zo. Maar goed, ik dacht ik deel het wel even met jullie. Dat was wel eventjes duidelijk, denk ik. Goed, over de aankomende tijd komen er weer super gloednieuwe video's aan. Maar ook echt super leuk. Dan gaan jullie het vuurwerk zien, wat ik ga kopen. Eerst ga ik het bestellen op de site en dan mag ik het daarna pas kopen. En morgen is het al 1 december, dames en heren. Het jaar is voorbij gevlogen. We hebben een jaar met ups en downs gehad. Helaas heeft Donau het ook verloren vandaag met 65 tegen 59 bij Den Bosch. En FC Groningen heeft verloren in Sittard van Fortuna Sittard. Goed, over de komende wedstrijden nog. We moeten nog 3 wedstrijden spelen. Of nog 4, ik weet niet hoeveel, nog een paar wedstrijden voor de winterstop. Dan is het alweer straks kerst, oud en nieuw. En natuurlijk mijn verjaardag komt er ook nog aan, 17 december. En dan kerst en dan oud en nieuw. Op 31 december gaan we weer vuurwerk afsteken, dames en heren. En dan ga ik daar ook weer een vlog van maken. Het jaar is weer voorbij gevlogen. Wat ging het snel, dames en heren. Wat was het een prachtig jaar, ook met mijn mindere punten en mijn mindere kanten dat ik veel verdriet heb gehad. Maar goed, zo ben ik. Ik ben gewoon ook een positief mens, maar ook gewoon, ik heb ook af en toe mijn periodes dat ik wat ongelukkig ben en niet zo lekker in mijn vel zit. Ik dacht, ik vertel het wel even aan jullie, dan weten jullie dat alvast. Maar goed, laten we het positief houden. Deze week komen ook weer gloednieuwe video's aan. Met kerst en oud en nieuw natuurlijk. En met het vuurwerk wat ik ga afsteken. Ga ik weer aan jullie laten zien. En ik hoop weer veel te scoren. Helaas zijn we geen kampioen geworden. Helaas, geen feestje. En we gaan naar de B-competitie blijkbaar. Dan gaan we gewoon promoveren. Rustig aan. We zijn geen kampioen, maar we promoveren wel. Gelukkig. Dus dat wel. Positief punt. En ja. Mocht het tot zover komen, dan dat we ooit wel eens een keer kampioen kunnen worden. Jullie blijven sowieso op de hoogte gehouden door mij. En ja, ik hoop dat ik jullie hierbij ook positieve punten kan geven. En alles kan vertellen tegen jullie. En ja, ik wil jullie bedanken voor de afgelopen jaren natuurlijk ook. En 2019... Er komen nog een paar video's aan in december met vuurwerk en zo. En als ik mijn verjaardag ga ik nog online zetten. En met oud en nieuw natuurlijk en kerst. Die komen er ook nog aan. En blijf kijken naar mijn video's. En jullie worden op de hoogte gehouden. En ik zie jullie dan. Later, peace out.